De haven is gewoon iets wat ik heel erg gaaf vind. Het is gewoon een hele bijzondere wereld. En het is, vind ik ook heel spannend en spectaculair om te mogen werken voor de grootste haven van Europa. De haven is echt, weet je, als je het dan hebt over van je moet er geweest zijn, dat geldt echt voor de haven. Je kan, je kan een filmpje kijken, je kan websites bekijken, dat soort dingen. Maar echt gewoon de haven moet je echt zien. Ja, het is gewoon heel dynamisch. Het is elke dag anders voor mijn werk. Het beweegt, het is internationaal werk. Maar je hebt ook gewoon met hele lokale omstandigheden te maken. Dus het is gewoon een hele fascinerende wereld. En zeker in deze tijd is het een van de plekken binnen Nederland waar nog steeds sprake is van groei. De haven is onbekend, daardoor onbemind. Dus ik weet eigenlijk niet wat ik van die haven vind, maar daarom ga ik er maar niet werken. En om die onbekendheid nou wat te doen, ja, dan moet je dus als haven moet je zelf tegen die scholieren zeggen, jongens, kom maar naar de haven. En dan is natuurlijk school is heel leuk om dat te doen. We zijn op een excursie met school. We gaan nog naar het Maritiem Museum. We staan hier bij een maquette achter ons. En eigenlijk is dat Rotterdam tot aan de Noordzee in het klein. En dan zie je gewoon tot aan de Noordzee hier zijn allemaal havens. Werk in de haven, ja. Hij is wel zwaar werk. Veel dingen optillen. Heel groot, veel schepen, containers. Hard werken. Ja, dat ook. Sterke mannen. Je hebt een beeld van de haven, dat heeft toch iets met boten te maken, dat soort dingen. Maar als je er eenmaal werkt, dan zie je pas wat die haven werkelijk is. Ik denk dat het havengebied een wereld is waar echt leuk is om een keer mee kennis te maken. Het is nooit weg, dan heb je het in ieder geval een keer gezien. En als je tot de conclusie komt dat je het niks vindt, nou prima. Hè? Maar het is echt een hele bijzondere wereld met een enorme diversiteit aan werk. Natuurlijk, iedereen denkt meteen aan de kapitein of aan de mensen die de containers moeten sjorren of de mensen in de petrochemie. Hè? Als je het in grote cijfers vertaalt in Rotterdam, dan hebben we het over 430 miljoen ton aan business wat nu in Rotterdam plaatsvindt. En dat willen we laten groeien tot 700 miljoen. Hè. Dus het is altijd prettig om in een sector aan de slag te zijn waarvan je weet dat het een groeisector is. Hè. Er zijn natuurlijk best wel activiteiten in Nederland waar mensen vragen, heeft dat nog toekomst in dit land? Nou, dat heeft de haven zeker. Ik ben inspecteur bij het havenbedrijf. Ik bezoek zeeschepen. Zeeschepen op operationele veiligheid. Ik kom aan boord van containerschepen, bulkcarriers, gasschepen, binnenvaartschepen. Je kunt niet verzinnen of ik doe dat. Ik kom door het hele havenbedrijf, vanaf begin tot het eind. In wezen kennen alle vacatures in de haven kunnen vervuld worden door meisjes. Dit is het grootste containerschip dat er tegenwoordig vaart. Enig idee hoeveel containers er aan boord zitten? 18.000. Oh. 18.000, echt. We hebben gewoon momenteel gewoon tekort. Dus er zijn gewoon mensen nodig. Dus het is een omgeving die vraagt om nieuwe mensen. En dat maakt allemaal niet uit welke baan je kiest. Je kan het allemaal in de haven doen. Ik denk zelfs dat ik geen baan kan verzinnen die niet in de haven is. Eigenlijk elke baan die je kunt verzinnen, die is in de haven nodig. Mensen denken vaak dat het nog vies of vuil werk is, dat er mensen met de hand schepen staan te laden en te lossen met een kolenschep. Maar als je bedenkt dat het grootste containerschip dat hier binnenkomt, dat als je al die containers die erop zitten achter elkaar zet, je erover kunt lopen van de kust tot aan Amersfoort, dan snap je ook wel dat dat niet meer met de hand gebeurt. Nou, we zijn hier inmiddels op de stadsterminal van ECT. ECT is de grootste containerterminal ter wereld, dat wil zeggen als bedrijf. Een haven, dat is het verplaatsen van goederen. Dus dat wordt met zwaar werk geassocieerd. Ik zeg, nou ja, in Nederland mag je helemaal geen zwaar werk meer doen. Hè. Van de armoedienst boven de 20 kilo, dan moet je het met een apparaat doen.
zijn mensen nodig die zeg maar, de containers in de kranen van het schip halen. Er zijn mensen die het systeem bedenken. Er zijn mensen die de marketing doen. Er zijn mensen die de sales doen. Dus... Maar ook als je communicatieadviseur bent zoals ik. Of je bent personeelsmanager. Of je wil iets in de ICT doen. Of ja, zelfs milieudeskundige. Mensen die over die CO2-uitstoot nadenken. Planners van hoe gaan we die haven uitbreiden. Wat betekent dat voor het milieu? Wat betekent dat voor de veiligheid? Dat soort dingen. Ja, het zijn allemaal banen die in de haven zijn. Dus ik kan het zo gek niet noemen of het zit in de haven. Dus.